Hallo, ik ben Lennart. Wil jij beginnen met hardlopen of vind je het tijd om dit eens wat serieuzer aan te gaan pakken? Dan is een goede volgende stap het gaan trainen aan de hand van hartslagzones en een teller. De modellen Sigma PC 2510 die ik vandaag ga reviewen, geven jou die mogelijkheid. We leveren de Sigma PC 2510 in de kleuruitvoeringen grijs en geel. De functies zijn verder helemaal hetzelfde en ze worden allebei geleverd met deze hartslagsensor met. Elastische verstelbare band. Je hebt hier de fietssteun met bevestigingselastiek. En dit gereedschapje is voor het batterijvak. De toestellen zijn standaard in het Duits ingesteld. Kies daarom in dit hoofdmenu eerst voor de optie eindstellen. Selecteer met rechtsboven. Nog een keer om te bevestigen. Benutzer is de gebruiker. Dat moet je niet hebben. Je moet met deze toets naar gereed. Dat is je apparaat. Kies. Enter. En dan zie je hier sprache. Bevestig nog een keer en change. Ga dan naar Engels en selecteer. Je save hem met linksboven. En vanaf nu staat je toestel in het Engels. De optie Nederlands zit er helaas niet tussen. Nou, dit is het standaard scherm als het horloge passief is, zodat je je toestel ook in het dagelijkse leven als horloge kunt gebruiken. Hou ik deze toets twee seconden ingedrukt, dan ga ik naar de trainingsfuncties. Dit is een van de vier hoofdopties in het menu. Blader ik met deze knop hier aan de onderkant, kan ik bijvoorbeeld naar tijd, naar geheugen en naar instellingen. Nou goed, ga ik eerst even kijken naar tijd. Bevestig ik twee keer met de knoppen linksboven, dan zie ik dat er een klokfunctie op zit: datum, stopwatch, de countdown en de wekker. Nou, ik ga terug naar het vorige menu met linksboven, dan kan ik de rest laten zien. Dit is het geheugen. Nou, je hebt. Um, in het geheugen een opslag voor je totale waarde, maar je kan het ook specificeren per week, per maand, of uh, je kan sinds de laatste reset je gegevens terugbladeren. De volgende keuze in het menu is setting, en binnen setting heb je de keuze tussen twee dingen. Je hebt user en unit. Ga je naar user, dan kom je in een menu waarin jij een aantal dingen over jezelf moet invullen, zoals jouw geslacht, je gewicht, geboortedatum. En die dingen worden gebruikt om jouw maximale hartslag te berekenen. En daaruit volgen dus weer de hartslagzones voor jou om te kijken op welke intensiteit jij moet trainen. Nou, wil je graag vet verbranden, dan train je het beste in de zone van 55 tot 70% van je maximale hartslag. En je conditie verbeteren of je hart- en bloedvaten verbeteren... dan train je het beste in de hartslagzone tussen de 70 en 80 procent van je maximale hartslag. En je kan ook nog individuele zones instellen door zelf een onder- en een bovengrens aan te geven. En je horloge geeft dan specifieke piepjes wanneer je binnen of buiten een bepaalde zone komt tijdens het trainen. Nou, dat waren de dingen binnen User. Ga ik even kijken naar Unit, wat je allemaal kan aanpassen. Nou, natuurlijk de taal, die hadden we net al bekeken. De datum... De klok: het volume van het piepje. Um, of je überhaupt een piepje hoort terwijl je de toetsen indrukt. Dat kun je dus instellen als je het niet fijn vindt om naar dit gepiep wat je nu hoort te, horen, te luisteren. Het zonnealarm kun je aan- of uitzetten. Ja, het is wel handig als je die aan hebt staan, zodat je tijdens het rennen niet constant op je horloge hoeft te kijken. Ja, dit is de naam van het toestel. Goed, die uh, hoeven we niet te veranderen natuurlijk. En dan komen we weer terug bij het begin. Nou, als je klaar bent met alles instellen, dan doe je de borstband om je borst. Nou, die heb ik nu al om mijn borst gedaan. Dan ga je naar training en met de knop rechtsboven Enter krijg je eerst een weergave van je huidige hartslag. Druk op Start en dan begint je training te lopen. Nou, je ziet dat ik nu op 42% van mijn maximale hartslag zit. Dat betekent dat ik nog onder de zone zit waarin ik vet zou verbranden. Dus ja, dat lijkt me voor de hand liggen, want ik zit stil op een stoel. Dus dan moet ik mijn training intensiveren. Je ziet hier um, de trainingstijd, dat is nu 20 seconden. Nou, ik kan, als ik de training wil stoppen, hier op deze knop drukken. Dan kan ik kiezen of ik wil pauzeren of het einde wil aankondigen. Bevestigen: ja. Nou, deze wordt nu opgeslagen. Je ziet hier training results. De totale training tijd, nou, hier kan ik door bladeren. Gemiddelde hartslag was 80, mijn hoogst behaalde hartslag was 82. Dit zijn het aantal verbrande calorieën. En dit is het aantal tijd dat ik heb besteed in de door mij aangegeven hartslagzone. Nou, dat was dus 0, dat klopt. En daarmee heb ik 0% van mijn heart rate zonnedoelen bereikt. En dan zijn we weer terug bij het training timescherm. Voor wie niet van plan is om met zijn sporthorloge te gaan zwemmen, maar die wel op zoek is naar een uitgebreide hartslagsensor met een makkelijke bediening, is de PC2510 een ideaal trainingsmaatje. Ten eerste instantie om mee te hardlopen, maar dankzij de meegeleverde steun ook om mee te fietsen. Wil jij de sigma PC 2510 bestellen? Ga dan naar sportologiecenter.nl of bij. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende review.